Ja, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie mijn limited editie nagellakjes laten zien. Dit zijn dus vooral nagellakjes die uit een limited editie komen van Catrice en Essence. Die bewaar ik altijd apart van mijn gewone nagellakjes. Mijn reguliere nagellakjes, die dus eigenlijk niet limited editie zijn, die bewaar ik in een nagellakrek. Die zit bijna vol overigens, ik moet een keer eentje bijkopen. Maar die bewaar ik dus apart in deze mand. En nu zitten er dus allemaal lakjes in die limited editie zijn. En het leek mij leuk om die jullie te laten zien wat er zowel in dit mandje zit. Dus mocht je benieuwd zijn naar deze nagellakjes, zou ik zeker zeggen, kijk even gezellig mee met deze video. Ik ga de nagellakjes een beetje random uit het bakje halen. Deze nagellakjes zijn dus ook niet meer te koop. Want het zijn soms al best wel wat oudere nagellakjes die er echt al best wel een tijd in zitten. Maar zolang ze het doen, doen ze het. En vind ik het ook prima. En dan maakt het me ook niet zo uit. Dus ik ga gewoon beginnen met het allereerste nagellakje. En het eerste nagellakje wat ik eigenlijk bovenop vind is van Essence. Deze komt uit de Wave Godness Limited Editie. Dat is dit roze nagellakje. Deze heeft de naam 01 Lose Your Head on the Board. Dit was echt zo'n zomerse nagellakcollectie. Hij is ook lekker roze en ik hou hier wel van. Een heel leuk kleurtje. Ik vind ook dit detail wat hierop zit leuk. En op de achterkant staat ook Love. Ik weet niet of dat goed te zien is, maar echt een heel leuk kleurtje. Lekker zomers. Hou wel van. Dan heb ik een nagellakje uit de Caviar Couch collectie van Catrice. Dat is deze. Dit is ook een beetje een zacht roze kleurtje. Ik weet niet uit welke collectie deze komt. Want Catrice heeft natuurlijk al vaker Caviar Couch Limited Edities uitgebracht. Maar ik vermoed dat dit een van de eerste collecties is. Deze heeft de naam C01 Nude Swoon gekregen. Klopt het? Ja, volgens mij wel. Ik kan het niet zo heel goed lezen. Het is een beetje klein. Maar dit is dus eigenlijk een beetje een nude roze kleurtje. Ook heel erg leuk. Ik vind die gouden details ook altijd heel erg mooi. Die ze bij Catrice gebruiken bij de Caviar Couch collectie. Dan heb ik een Essence lakje uit de Meto Sparkle Limited Editie. Dat is dit lakje. Ook een beetje roze. Je gaat het waarschijnlijk zien. Ik heb heel veel roze nagellakjes. Maar ik hou heel erg van roze. Deze heeft de naam 01 Glam Like a Bam gekregen. En dit is een heel mooi roze kleurtje. Maar heeft ook een beetje een glans effect. Er zitten hele fijne glittertjes in. Ik vind het echt een heel mooi kleurtje. Dan heb ik weer een nagellakje van Catrice. En deze komt uit de limited editie Sensibility. Dat is dit nagellakje. En deze heeft een hele lange steel. En dit vind ik zelf heel erg prettig. Werkt heel fijn met dit lange steeltje eraan. Even kijken hoe dit nagellakje heet hoor. Of de kleur, of er ook een naam op staat. Hieronder. C04 Radiant Energy. Ook weer roze. Nou ja, zoals ik al zei, ik heb gewoon heel veel roze nagellakjes. Dus echt een heel mooi kleurtje ook. Gebruik ik ook nog heel graag. Ja, dan heb ik er nog een van Catrice. Deze komt uit de Nail Paint To Go Limited Editie. Dit is de kleur C05 Pink Pearls. En dit was dus die nagellak in penvorm. Nou, dit was echt een rot nagellakje. Ik heb hem er nog wel in zitten. Ik kan het laten zien. Hij heeft, dit was zeg maar met zo'n soort pen. De kleur vond ik wel heel erg mooi. Maar zodra je over je nagels ging, dekte die niet geheel. En als je er een tweede of derde laagje overheen wilde aanbrengen, veegde die eigenlijk de rest van de nagel die al had aangebracht er weer af. Dus dat vond ik wel heel erg jammer. Maar ja, ik heb hem er nog wel in zitten. Dus dat is die. Dan heb ik van Essence een nagellakje uit de Be Loud collectie. Deze heeft de naam 01 Riot at Love. En dat is een paars kleurtje. Deze die moet even geschud worden. Dan krijgt hij zijn goede kleur weer terug. Het is een keer wat anders. Een keer geen roze. Maar vond ik ook een heel mooi kleurtje. Dan heb ik van Essence de Little Christmas. Christmas Factory. Nou vind ik een beetje lastig. Het was een rood kleurtje uit een kerstcollectie. Deze heeft de naam 03 Santa Baby. Vond ik ook een, echt een heel erg tof kleurtje. Heel erg mooi rood. Echt mooi dekkend ook. Dus dat is deze.
Dan nog een lakje van Catrice. Deze is ook uit de Cavier Couch collectie. En ik denk nu eerder dat deze uit de eerste editie was in plaats van deze. Maar allebei de verpakkingen zijn eigenlijk precies hetzelfde. Maar ze komen niet uit dezelfde collectie. Deze heeft de naam C03 Love Me Tender. En dit is een soort licht paars kleurtje. Ook wel echt een hele mooie, wel een beetje een doorzichtige kleur, zeg maar. Maar echt ook een heel mooi kleurtje. Dus die is ook heel tof. Dan heb ik twee lakjes uit de I Ariba collectie van Essence. En dan heb ik allereerst een kleurtje. En dat is een roze kleurtje. Deze heeft een chalky mat effect. Dus die droogt echt mat op. Deze heeft de naam 01 Hola Guapa. Heel mooi lichtroze kleurtje. Ik vind hem echt heel erg tof. Ook deze heeft zijn kleur een beetje... Nu is die weer goed, zeg maar. Heel mooi. En daar had ik dus ook een topcoat bij. En dat is deze. Deze heeft naam 02 Festival of Colors. En dit was dus heel erg tof als je dit lakje had aangebracht om deze topcoat eroverheen aan te brengen met een soort confetti deeltjes erin. Dat vond ik ook heel erg leuk. Dan dit nagellakje van Catrice. Deze komt uit de Treasure Trove collectie. Ook weer een mooi roze kleurtje met ook wel een beetje lichte glitter, een soort shimer erin. Heel mooi kleurtje. Deze heeft de naam C01 Jewel Days. Ook weer heel mooi die gouden details. Ook weer een wat langer handvat voor het kwastje. Vind ik heel tof. Die vind ik ook nog steeds super leuk. Dan heb ik een lakje van Essence. Deze komt uit de Would You Love Me collectie. Heel tof. Deze heeft de naam C03 Sweet Kisses. Het was echt een hele leuke collectie met allemaal diertjes. Heel mooi roze kleurtje. Dekt echt heel erg mooi. Deze is nog vrij recent trouwens. Er staan ook vogeltjes op het flesje. Echt heel erg leuk. Dan heb ik van Catrice een nagellakje. En deze komt ook volgens mij uit een kerstcollectie. Even kijken of ik hier een naam van kan vinden. Ja, deze heeft de naam C02 Poetic Pink. Het is pink-roodachtig, want ik vind het meer rood dan roze. Maar dit was ook wel heel erg leuk, want hier stond dus... Hier had je een kaartje eraan zitten, kon je erop zetten van wie die was en voor wie. En die kon je dan zo in je kerstboom hangen. Ik heb het nooit gedaan, maar het idee vond ik wel heel erg leuk. Dan weer een hele mooie van Essence. En deze komt uit Step Into Magic Wonderland. Dit is een Metal Chrome Nail Polish. Deze heeft de naam 02 Pink Dreams Are Made of This. En deze had dus echt... Ja, hij glimt als een malle in de camera. Hij komt niet helemaal goed over qua kleur. Hij is veel donkerder. Maar echt een heel mooi chrome effect gaf hij op de nagels. Echt super tof. Heb ik ook echt heel graag gedragen. Ik vind hem nog steeds heel erg mooi. Dan heb ik weer twee lakjes van Catrice. En deze komen uit de Pearls of Prism Limited Edition. Dat was dus weer een duootje. Allereerst heb ik hier een... Ja, het is meer het neigt een beetje een roze koraalkleurtje. Deze heeft de naam C03 Pure Hibiscocon gekregen. Die namen zijn soms zo lastig. Heel tof kleurtje. Ook echt super mooi. Ik vind hem ook heel erg leuk voor de zomer. Omdat je toch een beetje dat roze koraalkleurtje hebt. Dat is heel tof. En daarbij hoorde dus deze topcoat. En dit is een Brushed Metal effect. Deze heeft een naam. Nee, heeft geen naam gekregen. Hele leuke topcoat. Ik vond hem eigenlijk los ook heel erg mooi. Niet eens per se met deze gecombineerd. Dat kan wel, maar dan is de topcoat is heel erg overheersend. Dus ik vond hem los ook gewoon heel erg mooi. Gewoon bijvoorbeeld over een doorzichtig nagellakje vind ik hem ook heel erg tof. Dan heb ik een heel mooi roze kleurtje. Deze komt uit... Een limited editie. Maar volgens mij is deze ook gewoon te koop. Of inmiddels misschien al niet meer. Maar dit is een Color & Care Straightening Nail Polish. Ik heb hem dus in een limited editie gekocht. Maar ik zag later dat hij ook in het wassassortiment zat. Dus hij zit wel bij de limited nagellakjes. Maar op zich is het volgens mij niet echt een limited lakje. Deze heeft de naam 03 Happy Nails gekregen. Heel tof. Roze kleurtje. Niet heel opvallend. Maar gewoon een beetje naturel. Ook heel erg mooi. En
fijn dat hij ook verzorging geeft aan nagels. Daar ben ik altijd wel dol op. Dan dit leuke lakje van Catrice. Deze komt uit de Sense of Simplicity lijn. Dit is een latex lakje. Dus deze die heeft een soort van mat latex effect. Echt heel tof. Deze heeft de naam C02 Orange Obsession. Nou, het is ook inderdaad meer oranje koraal weer dan roze. Maar ook wel heel erg tof kleurtje. Moet ik zeggen dat ik het latex effect niet heel tof vind. Het is een leuke dag, maar ik vind het dan ook wel mooi om er gewoon een glanzende topcoat overheen te doen. Of gewoon eentje met een glittertje bijvoorbeeld. Dan heb ik dit lakje van Essence. En deze komt al uit de All That Grace Limited Editie. Het is een high gloss lakje. Het is een grijs kleurtje. Nou, dat had je ook al wel verwacht waarschijnlijk. Hey, All That Grace. Deze heeft de naam 02 Step Into The Grey Zone. Deze deed me een beetje denken ook deze collectie aan 50 Shades of Grey. Ik weet niet, maar gewoon puur vanwege de naam. Ook echt een heel erg leuk lakje. Dus even kijken. Wat hebben we nog meer naam hier? Oh ja, nog een van Catrice heb ik hier. En dit is dit kleurtje, ook een beetje oranjeachtig. Deze komt uit de limited editie Denim Divine. Heeft de naam C02 Fabricot gekregen. Ook een leuk oranje kleurtje. Helemaal nu het zomerse weer eraan komt, vind ik dit soort kleurtjes echt heel erg tof. Ook weer heel mooi die gouden details. Ik hou ervan. Dan twee nagellakjes van Essence. Deze komen uit de... even kijken hoor, of ik het kan lezen. Mary Berry Limited Editie. Dit was dus ook een Cash Limited Editie. Dit was een gewoon kleurtje en een topcoat. Allereerst heb ik voor rood gekozen, want met Cash vind ik rood geweldig. Deze heeft de naam 04 Red Rocks gekregen. Het was echt een goed gepigmenteerde nagellak. Echt heel erg tof. Wel wat kleinere potjes, wat moeilijker vast te houden, zeg maar. Omdat dit rond is, vond ik iets lastiger. Maar ook wel mooi die gouden details erbij. En heel erg mooi is daar dus bij de topcoat bij. Even kijken of ik de naam kan lezen, hoor. Nou, volgens mij heeft deze ook geen naam. Maar dit is echt een hele toffe combinatie. Omdat je een heel mooie gouden glitter eroverheen krijgt. Echt een toffe combinatie. Zeker heel erg leuk voor de kerst. Nog een lakje van Essence. En deze komt uit de Beauty Beat collectie. En dit was een collectie van geïnspireerd van Justin Bieber. Deze heeft een 04 Groupie at Heart gekregen. Heel tof kleurtje, mooi roze. Ook die details vind ik wel leuk. Zeg maar het logootje wat gebruikt is wel heel erg tof. Niet dat ik zelf heel erg fan ben van Justin Bieber. Eigenlijk is het mijn muzieksmaak, is het niet. Maar ik vond die collectie wel heel erg tof. Ik pak nu wat meer Essence kleurtjes achter elkaar. Want ik heb meer Essence dan Catrice, kom ik achter. Dan heb ik twee lakjes uit de Bloggers Beauty Secrets lijn. Van Essence ook. Echt, dat vond ik zo'n leuke collectie. Dat was die collectie die in samenwerking was met beautybloggers uit 4 verschillende landen. Super tof. Allereerst heb ik een hele mooie roze. Deze die was gemaakt door Palmyra van Beauty Palmyra. Heeft de naam 02 Hello Beautiful. Heel leuk lakje met ook een heel mooi effect erin. Super tof. En de tweede die ik heb, die komt van Serena van Beauty Lab. En deze heeft de naam 04 Shine Bright. Echt een heel tof lakje. Was een collectie die heel snel uitverkocht was. Ik vond het ook heel jammer, want op een gegeven moment kwamen de paletjes, die hebben even in het vaste assortiment gezeten, maar de nagellakjes niet. Dat vond ik wel heel erg jammer, maar toch twee hele leuke lakjes. Dan heb ik er weer een van Catrice. En deze heeft ook een mat effect. Dat is ook weer een oranje kleurtje. Heeft de naam C03 Nom Addicted to Red gekregen. Ja, rood-oranje. Ik vind dat hij meer naar oranje neigt. Het kan heel licht rood zijn, maar ik vind meer oranje. Dan heb ik een hele toffe topcoat. Deze komt uit de Rock Out. Dit was een limited editie ook. Met de MTV Emma van Glasgow 2014. Kun je nagaan. Dus Glow in the Dark, topcoat. Met hele kleine sterretjes erin. Superleuk op je nagels. Heeft de naam C01 Biggest Fan. Als je hem schudt, dan krijg je misschien nog wel wat van die sterretjes te zien.
Ik denk dat het op de camera bijna niet zichtbaar is, want ze zijn heel klein, maar echt heel erg tof. We hebben powder nagellak. Combinaties vind ik dat echt heel tof. Van Essence heb ik dan de Cinderella collectie van Disney. Wat ook heel erg leuk. Allereerst heb ik een gewoon kleurtje. Dat is ook weer een zacht roze kleurtje met de naam 01 Sing Sweet Nightfall. Dus deze. Die was dan ook weer heel tof. In combinatie met deze topcoat met hele fijne glittertjes. Zilverachtig 01. De Clash Sliper heet deze. Super toffe combinatie deze twee. Echt heel erg leuk. Dan heb ik een lakje van Catrice. Dat is deze. Deze komt uit de limited edition van Marina Humaseder. En deze heeft de naam C01 Fuchsia's Flower. Heel tof kleurtje met ook hele leuke details met van die riemen erop. Ik vind het echt een hele toffe collectie ook. Alle producten zagen daar heel erg mooi van uit, moet ik zeggen. Dan heb ik van Essence de Me and My Umbrella Rainboots Nail Polish. Deze heeft de naam 02 I Love Rainy Days. Het is een beetje paars-roze-achtig kleurtje. Het is een beetje een moeilijke kleur om te zien. Maar het was ook een heel tof lakje. Wel weer zo'n heel klein bovenkantje wat ik lastig vind vast te houden. Maar op zich wel een heel tof kleurtje ook. Dan heb ik van Essence van de Hello Anthem collectie een nagellakje met de naam 01 Beautiful Red. Deze heeft een cold thermo effect. Dit was iets volgens mij met warmte en kou. Dan kreeg hij die kleur verwisselde dan. Het was wel heel erg tof hoor. Ik vond het wel een heel erg leuk effect. Maar ook wel een heel erg leuk kleurtje. Ik vind die verpakking ook altijd heel erg leuk. Van die limited nagellakjes. Dan heb ik uit de Glitter in the Air collectie van Essence. Dit nagellakje. Heel mooi roze kleurtje. Deze heeft de naam 02 Live Love Shine. Leuk vierkant potje ook. Was echt een heel leuk kleurtje. Vond ik ook een hele toffe collectie trouwens. Dan heb ik ook nog een Sunglow topcoat van Essence. Deze komt uit de Next Stop Summer collectie. Heeft de naam 01 Be Someone Sunshine Today. Zou een mooie gouden gloed geven. Het is een prima topcoat, maar die gouden gloed kreeg ik er absoluut niet van. Maar voor topcoat vind ik hem prima. Dus daar zit er nog gewoon in. Nog eentje van Essence. Deze komt uit de Midnight Masquerade. Dit was een soort van gemaskerd bal effect, zeg maar. Het is ook een latex lakje. Dat is deze. Ook weer een rood kleurtje. Heeft de naam 03 Vampires Kissed My Neck. Was wel echt een hele toffe collectie. Er zaten hele toffe producten in. Ik vond het masker ook heel erg tof die daarin zat. Van Catrice heb ik dit nagellakje. Was ook een hele toffe collectie. Ik vond die lippenstift had ook zo'n hele toffe dop, een soort magneeteffect, paars kleurtje. Het is de limited editie Fallosophia. Heeft de naam Xenophyr Fabulous Foxia. Leuk paars kleurtje. Dan heb ik nog een lakje uit de Lies of Orient collectie van Essence. Ook weer roze. Heeft de naam 02 de Sultan's Daughter. Was ook wel een hele toffe lijn. Leuk kleurtje. Was een goede dekking ook. Dan heb ik uit de Happy Girls Are Pretty lijn van Essence. Dit roze lakje heeft de naam 04 Just Happy. Ja, deze lakjes lijken best wel veel op elkaar qua kleur sommige. Maar ja, ik vond het dan toch wel leuk om het er nog in te laten zitten. En ook als ik deze schud, krijgt hij wel zijn kleur weer redelijk terug. Maar ik weet eigenlijk wel dat je nagellak niet mag schudden, maar eigenlijk tussen je handen moet houden. Maar dan komt de kleur weer ten goede, zeg maar. Dan heb ik van Essence uit de Blossom Dreams lijn ook nog twee producten. Allereerst heb ik hier een nagelolie. Ja, gewoon heel fijn om je nagels mee te verzorgen. Het was ook een verzorgingslijn. Heeft de naam Smells Like Spring Spirit gekregen. Was een heel fijne olie, moet ik zeggen. Is een fijne olie. Hij leeft nog. Hallo.
En daarbij zit ook een water-based topcoat. Dat is deze. Dus is een topcoat waarbij het lijkt alsof je net water of zo op je nagels hebt zitten. Met de naam 01 Set The Look. Was ook wel een hele toffe. Ik merk dan toch wel weer dat ik deze lakjes eigenlijk te weinig gebruik. Of toch niet snel genoeg hierin duik. Dus dat is wel goed dat ik deze video nu opneem. Heel tof lakje, ook nog van de Next Top Summerline. Die was dus eigenlijk een combinatie met deze van Essence. Dit is de 03 Meto Sunny Days. En deze heeft dus een heel schattig roosje. Het is weer wederom een roze kleurtje. Zoals je kunt zien. En die kun je dus ook als penningetje dragen. Ik zou het niet zo snel doen, maar nou, het zou kunnen. Dus even voor het voorbeeld, ik doe hem gauw weer af. Maar ja, ik vond het wel tof bedacht en het ziet er ook wel heel erg leuk uit zo op het flesje. Dan heb ik een nagellakje uit de Wake Up Spring collectie. Volgens mij heb ik die ook al gehad, maar nou weet ik het niet meer. Dit is dus een topcoat met hele zachte roze glitterdeeltjes. Heeft de naam 01 Call It Spring gekregen. Het zijn altijd wel hele leuke topcoats. Ik vind alleen dat ze een drama om het van je naast te krijgen. Maar hey. Dan heb ik nog een kleurtje van Catrice. Een nude kleurtje. Deze komt uit de Rouge Luxury Collectie. Met de naam C01 Natural Nude. Nee, dat kun je wel zien. Het is een beetje een nude kleurtje. Voor de nagels ben ik wel een beetje van nude af, moet ik zeggen. Af en toe vind ik het nog wel mooi, maar ik hou toch wel weer wat meer van fellere kleuren. Dan heb ik nog een laag nagellakje uit de Love Letters lijn van Essence. Deze heeft de naam gewoon 01 Rosie in Love. Ook weer roze. Dat was ook wel een hele toffe collectie met toffe producten. Leuk klein nagellakje. Dan heb ik nog twee nagellakjes van Essence uit de Winter Wonderland collectie. Allereerst heb ik een kleurtje, dat is deze. Deze heeft Crystallized Effect. Beetje een soort Frozen-achtig. Ik zou zo Let It Go horen of zo ergens. Heeft de naam 04 de Crystallizing. Crystallized. Ja, echt. Nou ja. En daarbij zit ook weer een toffe topcoat met dit effect. Ook van die leuke kristaldingetjes erop. Gewoon een fijn glittertje erin. Deze heeft de naam 01 A Winter Steel. Dat is ook een hele leuke. Dan heb ik nog een nagellakje uit de Secret Party line. Dit was echt zo'n zomerse lijn van Essence. En ik had een keer blauw genomen, jongens. Heeft de naam 02 To Pool for School. Dat is ook wel leuk. Leuk blauw voor het mooie weer wat we nu op dit moment hebben en wat we nog gaan krijgen. Dan nog een lakje uit de Hidden Stories lijn met een sparkling erin. Deze heeft naam 03 Marvelous Fairy. Dit is een paars kleurtje ook met een fijn glittertje erin. Heel leuk lakje ook. En nog eentje uit de Me and My Ice Cream van Essence. Dit is de 01 Ben & Sherry's. Hoe leuk. Dat was dit roze lakje. Uiteraard geïnspireerd op het Ben & Jerry ijs. Heel erg tof. Dan nog een nagellakje van Catrice. Dit is met een Frosted Matte effect. Deze komt uit de Rouge Luxury lijn. Die heb ik dus ook al voorbij zien komen. Nou ja, dat krijg je als je het random uit het bakje haalt. Heeft de naam C01 Frozen Flows. Nou, dat was wel een toffe topcoat. Gewoon leuk om bij het lakje te gebruiken. Maar ook leuk om gewoon te gebruiken. Weet je, dit hoeft niet per se bij passend, vind ik altijd zelf. Dan ben ik toe aan het allerlaatste lakje van Essence. Deze komt uit de Winter Glow lijn met een Luminous Glow. Heel top roze kleurtje. Heeft de naam 04 Let It Glow. Goh, houden we dit? Heel tof roze lakje met inderdaad een leuke gloed erin. Dat is op de camera wederom weer niet zichtbaar, maar het is wel echt een heel erg leuk lakje. Dan waren dit alweer al mijn limited edition nagellakjes. Best veel. Ik heb ze niet geteld, maar als ik het hier zo zie liggen, denk ik van, wat? Als ik me bedenk dat dit hele mandje vol zit, dan is het best wel
redelijk veel. Ja, ik vond het leuk om hier even doorheen te gaan. Dat ik toch weer kleurtjes tegenkom waarvan ik denk, oh, die wil ik dan toch wel weer wat vaker gaan dragen. En ja, zoals die topcoat ook, vind ik ook wel weer leuk om wat vaker erbij te pakken. Ook bij gewone nagels. Ik heb nu weer lange nagels, dan vind ik het ook weer tof om dat te doen. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben nog van plan om meer stashvideo's op te nemen. En ja, weet je, dan ga ik gewoon wat dieper in op de producten die erin zitten. Dus dat vond ik wel heel erg tof. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal en wil je op de hoogte blijven van de nieuwste video's, kun je je gratis abonneren. Als je ook op het belletje drukt, dan krijg je gelijk een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt van mij. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hoop ik je bij de volgende video weer te zien. Doeg!